Hoi, mijn naam is Robert van Straten. Ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Ophemert. Ik volg de opleiding beveiliging op niveau 2 bij ROC Rivo en ik loop mijn stage bij de bedrijfsbeveiligingsdienst intern op school. Op school krijg ik beveiligingsvakken zoals WKB, BOB en waarnemen. Dit zijn de belangrijkste basisvakken en daarnaast krijg je reguliere vakken zoals Engels en rekenen. Ik loop stage bij bedrijfsbeveiligingsdienst op school. Hier hou ik toezicht op iedereen en monitoren we camerabeelden. Daarnaast voeren wij brand- en sluitrondes uit en maken we openingsrondes en voeren wij diverse controlerondes uit. Mijn naam is Patrick Baas en ik ben docent beveiliging bij ROC Rivo. Tijdens de opleiding beveiliging leren de studenten alles over het beveiligen en bewaken van objecten, over preventief en repressief handelen, bedrijfshulpverlening. Ook leren zij over hospitality en hoe te handelen bij veel voorkomende strafbare feiten. Het eerste jaar bestaat hoofdzakelijk uit het opdoen van de noodzakelijke theoretische kennis. Maar dit wordt wel afgewisseld met wat praktische bedrijfsuitjes, zoals naar de politieacademie in Ossendrecht, de rechtbank in Arnhem en het actief deelnemen aan de praktijkdagen, zoals bij de Fruitcorso en Appelpop en Tiel. Voor deze opleiding heb ik op de VEVA-opleiding voor Defensie gezeten. En ik vond het een mooie aansluiting om daarna de opleiding beveiliging te doen. De opleiding is goed te doen en het past makkelijk in je dagelijks leven. Ook vind ik de begeleiding van de docent fijn. De kracht van de opleiding is de kleinschaligheid, waardoor er ruimte is voor veel persoonlijke aandacht. Daarnaast leren de studenten ook over verbale en fysieke weerbaarheid van docenten met ruime praktijkervaring vanuit het werkveld. En doordat ROC Rivo over een eigen bedrijfsbeveiligingsdienst beschikt, kunnen studenten die nog geen 18 jaar oud zijn hier op school stage lopen. Met deze opleiding kun je daarna veel kanten op gaan, zoals naar de politie, maar je kunt ook gaan werken in een gevangenis. Tijdens de opleiding mogen we al kennis maken met deze beroepen om te ontdekken of je dit wil gaan doen in de toekomst. Ik wil na deze opleiding werken bij de politie. Deze opleiding sluit goed aan ter voorbereiding op handhaving, de politie en defensie. Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar de opleiding coördinator beveiliging op niveau 3. Ik studeer bij ROC Rivo. Jij straks ook?